Dan komen de renners hier vandaan, dan komen ze hier naartoe. Dat is hier de finish. En hoeveel mensen verwacht jij aan de start? Bij de 100 van Nibbik verwachten wij rond de 60 à 80 personen aan de start. Jullie hebben niet de hele dag een programma, hè? Want hoe laat beginnen jullie? Wij beginnen om 4 uur 's middags. Dan starten we met de sportklasse. Daarna zullen de... Wat moet ik me voorstellen, de sportklasse? De sportklasse zijn de renners die bij een club zitten, die een licentie hebben. En sinds kort is het ook toegestaan om mensen zonder licentie mee te laten doen. Dat is een wijziging in de reglementen van de KNU. Oké, okay, en daarna? Daarna is het de beurt aan de local heroes. Dat zijn de mensen uit Nibbikswoud en omstreken, uit heel West-Friesland. Van een wat bescheidener niveau. En ja, voor de mensen die het niet zo vaak doen, krijgen die de kans om mee te doen. Doe je zelf daar ook aan mee? Nee, ik zou wel heel graag willen, maar ik denk niet dat we daar tijd voor hebben die dag. Oké, okay, en dan om 7 uur, dan begint echt het wielrennen eigenlijk. Ja, dan gaat het, gaan de grote mannen aan de start staan. En dan is de 100 van Nibbik, 100 kilometer vol gas. En dan gaat blijken wie de beste is. Na 40 jaar zijn jullie eigenlijk weer begonnen, hè? Ja, 5 geleden. Hoe is het ontstaan dat jullie dus dit weer wilden gaan organiseren? Nou, het is eigenlijk een beetje ontstaan een paar jaar geleden. Toen waren we druk bezig met de dresscross en we merkten dat... Wat is de dresscross? Dresscross is een mountainbike evenement bij het dorpscomplex bij ons. En daaruit merkten we dat er toch wel heel veel enthousiasme was voor het spelletje. En toen dachten we van nou, we gaan kijken of er mogelijkheden zijn. En we merkten gewoon dat heel veel mensen heel enthousiast zijn als je over de wielerronde van Nibbikswoud begint. En wielrennen heeft best wel een vlucht genomen in Nibbikswoud. En er is heel veel enthousiasme voor. Dus zo hebben we het geprobeerd. En alles gaat voorspoedig. Eigenlijk wel blij bij de KNWU dat jullie weer in een gat zijn gedoken. Ja, de KNWU reageerde enthousiast dat wij het weer wilden doen. En dat is natuurlijk altijd even lastig in het begin. Hè. Wij zitten zelf niet zo extreem ver in het wereldje. Dus het was voor ons even wennen. Hoe dat allemaal gaat in het wereldje, maar we zijn een hoop wijzer geworden. En dat had wat instapproblemen, maar uiteindelijk verloopt alles volgens plan met de KNWU. Hebben jullie nog hulp gehad van mensen die al ervaring hebben met rondes? Ja, we hebben wat hulp gehad inderdaad van Robert Jan Mol, dat is een elite renner bij ons uit het dorp. Die heeft ons nog wat waardevolle tips gegeven. Voor tips? Nou, welke niveaus je bij elkaar kan zetten, tips over prijzengeld, over invulling van de dag, et cetera. Dus daar hebben we wel waardevolle tips aan gehad. Kijk, hij draait al heel wat jaartjes mee en hij weet precies hoe we dit soort evenementen in elkaar steken. Dus daar hebben we heel veel aan gehad. We hebben ook heel veel gehad aan een ervaring opdoen bij andere wielerrondes, waar we veel zijn wezen kijken en zelf ook hebben meegedaan. Dus daar hebben we wel, daar trekken we lering uit. Ja, nee, meestal rijden de renners rechtsom, maar jullie rijden linksom. Ja, dat klopt. Dat is bijzonder. Ja, net als vroeger. Toen was de start-finish bij Café de Sport. En Café de Sport bestaat niet meer, maar wij gaan ons eigen café hier creëren. Dus dat wordt hier één groot feest. Ja, en dan is eigenlijk linksom is wel noodzakelijk routetechnisch. Anders wordt het ingewikkeld om een mooi rondje te maken. Je hebt hier een weg afgesloten. Het wordt een driehoek. Ja. Zal het lastig zijn voor de renners met toch wel een behoorlijke scherpe bochten? Ja, deze eerste bocht naar start-finish die is 60 graden. Dus die is eigenlijk wel prima te nemen. Daarna volgt een knik van 90 graden. En dan nog twee wat flauwere bochten. Dus dat valt wel mee. En het asfalt ligt er nieuw in. Dus het ligt er perfect bij. Dus het zal misschien even wennen zijn het eerste rondje, maar het is prima te doen. Hoe lang is dat rondje? 1100 meter. En jullie rijden 90 kilometer, hè? De 100 van Nibbik, 100 kilometer, dus dat is ongeveer 90 rondjes. 90 rondjes worden gereden? Ja, ongeveer. Ja. Wie was ja. de laatste winnaar? Poeh, jongens. Dat is een goede quizvraag. Leuk voor... Om dat eens uit te gaan zoeken, maar dat is al zo lang geleden, dat antwoord moet je schuldig blijven. Het zou Jost Kieftenburg kunnen zijn, maar het is niet zeker. Ja, dat is een hele goeie, ja.
Jullie hebben een jong comité. Ja. Was het lastig om mensen erbij te zoeken? Nee. Nee, eigenlijk de basis die stond al vanwege de dresscross. Het is eigenlijk nagenoeg hetzelfde clubje wat zich met deze wielerronde mee bezighoudt. Dus de enthousiasme is er wel. En we hebben al een hoop vrijwilligers die willen helpen met de dag zelf. Dus vrijwilligers is geen enkel probleem voor ons. Sponsors? Ja. Veel? Ja, ja, veel sponsors, enthousiaste sponsors. En dat gaat allemaal volgens plan. En ook de gemeente Medeblik die helpt ons. Daar zijn we ook erg blij mee. En goede sponsors, lokale sponsors, ook wat sponsors van buiten het dorp. Maar interessante ontwikkelingen. Financieel is het allemaal prima voor elkaar.